hebben we het lied Ik ving vandaag een grote mug gezongen met body percussion. Kijk of je dat nog helemaal weet. Doe maar mee. Ik ving vandaag een grote mug, groter dan een nijlpaard. Daar kwam zoveel reuzel af, dat was wel een ton waard. Wie dat gelooft, die is een koe, groter dan een nijlpaard. Die beweging die we doen, gaat de hele tijd door. Die beweging kan in je handen zitten, in je schouders, of waar je maar wilt. Dit is eigenlijk de hartslag van de muziek. En dit noemen we de puls. Dat gaan we nu oefenen door het lied nog een keer te zingen, maar elke keer de tweede regel in onze denkstem, terwijl de puls wel gewoon doorgaat. Doe maar mee. Ving vandaag een grote mug. Daar kwam zoveel reuzel af. Wie dat gelooft, die is een koe. Wie dat gelooft, die is een koe. Nu kunnen jullie het lied heel goed zingen samen met de puls. En zijn jullie klaar voor stap 2? Dat is namelijk het zingen in kanon. Marjolein en ik doen het eerst een keer voor. Luister maar. Ik ving vandaag een grote mug, een grote mug, groter dan een nijlpaard. Daar kwam zoveel reuzel af, dat was wel een ton. Wie dat gelooft, die is een groot, die is een nijlpaard. Wie dat gelooft, die is een groot, die is een nijlpaard. Nu gaan jullie dat ook doen. Groep 1, zing met Annemiek mee. Groep 2, zing met mij. Ik ving vandaag een grote mug, een grote mug.